Welkom lieve stieren en crosswatchers, dit is jullie reading. We gaan vandaag weer kijken wat de meest belangrijke berichten zijn voor de stier. Fijn, welkom op dit kanaal. Ben je nieuw, vergeet dan niet om jezelf te abonneren, dan ben je energetisch verbonden met mijn kanaal. Ik ben een channeler, dus later vroeg pik ik ook jouw energie op, waardoor die meer en meer met je aansluit. Maar ook dankjewel alle vaste kijkers voor het abonneren, het doneren, de vele aanvragen voor privé readingen en healingen. En natuurlijk ook voor het delen, voor het liken. Wil je graag nog meer gratis readingen? Kijk dan op eventueel op een van mijn andere kanalen. Of als je graag een interesse hebt in een privé reading of healing, ook mijn linkje naar mijn website staat daaronder. Vandaag de Light Seers te go en de Moonology Manifest Orakel Deck. Kreeg ik door voor jullie, voor deze periode. Dus we gaan zien, waar ben jij druk mee? Wat mag jij weten? Wat mag je leren? Wat zie je misschien niet? Wat zijn de meest belangrijke berichten voor de stier? Waar loop je nu tegenaan? Waar mag je meer inzichten in krijgen? Eerst even channelen, zoals de vaste kijkers wel gewend van mij zijn. Ik hoor koppigheid voert de boventoon. Misschien is er iets wat je niet wil zien, bang bent in te zien. Misschien hou je ergens aan vast. Wat zekerheid biedt of waarbij je je comfortabel voelt. Je mag inzichten krijgen. Misschien hou je ook vast aan iets of iemand omdat je bang bent. Bang bent voor het grote onbekende. Niet wetende wat de toekomst brengt. Ik voel ook mijn keelchakra opspelen. Dus meer je gevoelens, vanuit je ware zelf communiceren, zeggen waar het op staat. Niet bang zijn om jezelf te uiten. Ik heb hier ook de avonturijn. Avonturijn staat voor onder andere kleur groen, hartchakra, liefdevolle vriendelijkheid, positiviteit. Dus meer communiceren vanuit je ware zelf krijg ik hierbij door. Wat mogen we nog meer weten? Hè, door die onzekerheden door... Hoe zeg je dat? Door die barrière van onzekerheid durven gaan. Dat is wat ik voel. Hè, dat is dus als jij die onzekerheid niet meer hebt en je staat in je ware kracht, dan durf je ook vanuit je ware zelf, dus hoe jij je echt daadwerkelijk voelt zonder ego, durf je te zeggen waar het op staat, waar jij in gelooft en of dat nu wel of niet tegen iemand anders zijn denkwijze of ideologie of wat dan ook indruist, dat maakt niet uit. Je komt op voor jezelf en je staat daarvoor. En ik heb het gevoel dat je nog wat onzekerheid hebt waar je doorheen mag worstelen. Dus ja, doe er nog even een schepje bovenop en neem de leiding. Hè? Neem actie, actieve actie op het feit dat je je kan en mag bevrijden van die onzekerheid. Waardoor je dus verder komt op jouw pad, op wat voor gebied dan ook. En laat dus blokkades los. Er zitten duidelijk nog wat blokkades met betrekking tot onzekerheid. Geel steentje, niet voor niks gepakt. Je hebt dus blokkade nog op de sacrale chakra en de hartchakra. Als je die wil laten cleansen of blokkades laten verwijderen, kan dat bij mij, maar het kan ook bij iemand anders. Kijk maar even naar prijzen en tarieven enzovoort. Online of als je het zelf kunt doen, zeker doen. Dus er zit nog wat onzekerheid en als dat komt door een blokkade, sowieso op deze twee chakra's. En als die blokkades verwijderd zijn,
dan komt er meer overtuiging, dan komt er meer doorzettingsvermogen. En dan durf je dus ook voor jezelf op te komen, voor je idealen, voor je normen en waarden op te komen. En dan durf je ook verder je pad te vervolgen. Ik zie ook een struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Je hebt nu af en toe zoiets van, laat maar, ik reageer niet, ik doe niet, ik blijf waar ik zit. Met het gevoel van de hele last van de hele wereld op je schouders te dragen. En daar kan je van verlost worden. Hè? Meer zelfliefde cultiveren voor die vooruitgang met dat schip. Hè? Dus een zeilschip, als er geen wind staat, kan je niet vooruit. En jij wil, je ziel wil vooruit. Maar dat betekent wel dat je meer contact moet maken met liefde, met compassie, vandaar ook die hartchakra. En je moet je wat zekerder gaan voelen. Hij heeft een rood shirt aan, dat is de kleur van de basischakra. Zodat je jezelf verzekerder voelt, zodat je vanuit je overtuiging kunt handelen, maar ook dingen kunt communiceren. Ook al dat blauw, emoties, gevoelens uiten. Dingen niet opkroppen of wegstoppen of denken dat ze simpelweg niet gehoord zijn of dat niet het juiste moment is om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen. Als jij op een gegeven moment die blokkades laat verwijderen op hartchakra en sacraal niveau, komt er meer passie. Kijk hoe vurig ze is, is weer blij. Ze trommelt zo hard dat er zelfs zoveel wrijving komt dat er een vuurtje vrijkomt. Je ziet dat paard, dat loopt niet naar voren, maar dat volop in galop. Dus zodra jij je bevrijd hebt van wat het dan ook is wat jou vasthoudt, kan zijn een conditionering, kan zijn een diepe angst uit het verleden, innerlijk kindwerk zijn, kan van alles zijn, dan voel jij je zich veel zelfverzekerder. Want je ziet hier met name rood en oranje zijn de twee chakra's die vlak bij elkaar zitten, hè, de basis en dat zijn eigenlijk de drie onderste chakra's. Want je ziet hier ook dat gele, de basis, de sacrale en de solar plexus. En dan durf je dus ook voor jezelf op te komen. Je krijgt dan inspiratie, je hebt geen angsten meer. Je voelt je in je volste recht staan om bepaalde dingen aan te kaarten, om bepaalde stappen te ondernemen. Je weet wat je waard bent, etc. Dus het advies voor jullie is, laat die blokkades los. Heel van ze. En dan komt er meer stabiliteit in je leven met de koningin van munten. Dan kan je verder groeien. Dan voel je jezelf verzekerder. Dan voel je je veel blijer, opgelucht. Geen paniekaanvallen meer, angstaanvallen meer. Je ziet ook heel veel groen hier. Dat je dan meer vanuit je hart durft te spreken, durft te ageren. Dat is wat nodig is. Je krijgt alle medewerking van het universum om inzichten te krijgen. Maar dat betekent wel dat je dan die signalen niet moet negeren. Je moet, het is een twee, het werkt twee kanten op. Aan de ene kant wordt jou duidelijk gemaakt waar je aan mag werken. En voor de meesten heb ik het gevoel dat je wel weet waar je aan moet werken. Maar vervolgens ben jij aan zet, als jij duidelijk hebt van waar je aan moet werken, wat voor onzekerheden je hebt. Dat je ook die koe bij de horens pakt en dat je er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En nu voel je je nog uit het veld geslagen, heb je geen energie, arme ik. Maar kijk eens wat er hier op je wacht. Iemand vol inspiratie, vol passie, vol energie. Dus kom uit die arme ik-modus en ga met jezelf aan de slag. Je voelt je nu nog onzeker, de koningin van staven of zijn kop. Iemand die onzeker is, iemand die niet geïnspireerd is, iemand die niet luistert naar intuïtie. Dat is omdat jij nog blokkades hebt.
maar kijk wat hier ligt voor de toekomst. Je kan je heel zeker voelen, gegrond, in rust zijnde, maar ook vooral blij, gelukkig voor de toekomst die eraan zit te komen. En dan moet je uit die onzekere modus stappen van die koningin van staven op zijn kop. Ik hoop dat het je wat inzichten heeft gegeven. Dank je wel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Namaste.